mensen, alles goed? Daar zijn we weer. En we hebben de Vespa Ciao meegenomen. Het ding loopt 70 nu, met een beetje wind hier zo. Ik heb zo'n stofkapje, of ja, zo'n windmuff. Kun je op de microfoon doen, dan heb ik minder last van de wind. Dus ik ben wel benieuwd hoe het nu is. Daar hebben we de Vespa Ciao. Wat is dat? Is dat NOS? Nou, niet echt. Dit is gewoon een brandblusser, maar ik heb er NOS op gedaan. NOS stickertjes. Gewoon even voor de video, is best grappig, of niet? Dus ik haalde maar een maximale snelheid van 70. We gaan het dadelijk even testen. Dan kun je zien hoe hard hij nu gaat. Dus rond, als we 30 km puur rijden, doet hij gewoon rond 3.500 toeren. Of niet meer dan 4.000 toeren. Gaan we dat dadelijk even testen. Maar het is wel belangrijk om te weten dadelijk. Want als je 30 rijdt met een opgevoerde Vespa Ciao, loopt hij veel zuiniger dan een 50cc helemaal origineel. Omdat hij veel meer toeren maakt. Dus als je gewoon 30 rijdt met deze, heb je, ja, is veel goedkoper in benzine. Dus wat hebben we hier? Hier hebben we een zuigertje. Dit is van een Top Performance 50cc Aeros. En dit is van een origineel 50cc Vespa Ciao. Zoals je kunt zien, zijn ze in een verschillende maat. Misschien, ja, ik weet niet of je het goed kan zien. Ja. Als ik ze bovenop elkaar leg, misschien zie je het dan wel. We gaan het dadelijk meten. En dan is heel raar, deze zuiger is kleiner dan deze. Deze 50cc, deze 50cc. Hoe kan het dan dat deze kleiner is dan die? En dat komt door de slag. Dus we gaan uitrekenen. Berekenen hoe je de cc's uitrekent van een cilinder. Maar eerst gaan we even een rondje rijden. Ik moet wel met één hand rijden, want ik moet de camera zo vasthouden. Dus ik durf echt niet hard te rijden. Dus gaan we eens kijken. Fucking vet, hè? Ik heb geen rookbom nodig. Mijn band loopt leeg. Yo, daar zijn we weer. Dus ik was hier. Ik heb de laptop neergezet. En was die beelden even aan het bekeken. En ik had de camera daar neergezet. En dan waren we mensen de hond aan het uitlaten. Ik moet wel zeggen, ik was daar eerst. Dat is gewoon een ronde baan. Komt niemand. Niemand heeft last van je. Dus ik rijd daar gewoon rond. De bommen testen. Die mensen zagen wat ik aan het doen was. Ik had de camera. Ik reed hard daar zo op en neer. En toch gaan ze daar de hond uitlaten. Dan denk ik van ja, oké, dat is dan eigen risico, vind ik dan, hè. Dus ik die beelden terug gaan kijken voor editing. Hoor ik wat, moet je dit horen? Hoor wat ze zeggen. Ze zegt eerst, durf je niet. Dan denk ik van, huh, wat durft hij niet? En dan zegt hij zijn naam. En zegt hij, durf je niet. Nog een keer. Hij zegt, kenteken zit erop, of anders had ik het gedaan. En die vrouw zegt, wat maakt dat uit? Wat maakt dat uit? Dus wat ik denk, is dat dat een politieagent is. En denk, what the fuck? We hebben hier in Maastricht, hebben we ram. Er wordt heel veel fucking ingebroken hier. En waarom houden die mensen zich mee bezig met een bromfiets? En denk ik van, waar de fuck houden jullie mee bezig, man? Jezus, daar kan ik echt boos om worden gewoon. Dus als ik geen kentekenplaat op had, dan had hij me in beslag genomen. Ik denk zelf, ik kan niet met zekerheid zeggen, maar ik denk dat het een politieagent was. Echt waar, eerst maak ze mijn camera kapot, daarna rijden ze mijn scooter kapot en nu willen ze dat ding. Ik denk van, waar gaat dat heen? Dus ik ben een beetje boos. We gaan gewoon verder met de video. Die scooter, de bromfiets, die maken we gewoon origineel. Want dat was sowieso mijn plan. Dat is gewoon een hobby, dat is gewoon leuk. Opvoeren, kijk hoe hard het ding gaat, het meeste uit het blokje halen. Dat is gewoon fucking leuk om te doen. En ja, we gaan gewoon origineel maken, want we hebben gedaan wat ik... wou doen, dus gaan we dat even doen. Daarom reed hij zo langzaam. Hij reed veel beter met de choke-in, maar daarom ging hij ook maar 70 km per uur. Hij kreeg gewoon te veel lucht, omdat de luchtfilter open is. Oké, dat is interessant. Zo, nu is hij, nu loopt hij weer goed. Weer. Dus we hebben het hele frame kaal gemaakt, er zit geen blok meer in. We hebben een ander wiel erin gezet, want in het wiel zit een ander vertanding in. In het wiel dat we eerst erin hadden zitten, had een zwaardere vertanding. Een zwaardere vertanding kun je een veel hogere topsnelheid halen. Het nadeel daarvan is dat je
veel minder snel optrekt, maar een veel hogere topsnelheid hebt. We hebben het originele wiel erin gezet van een snor, een snorklok noemen we dat in de Vespa Choke community. En dan heb je een bromklok in de Vespa Choke community. Dus bromklok hebben we eruit gehaald, snorklok zit er weer in. Dus aan het frame hoeven we niks meer te doen, dat is gewoon helemaal origineel. Dus we hebben hier de onderdelen liggen. Dit is het getuned blok. Getuned! Dit is het origineel blok. Wat gaan we doen? We gaan het origineel blok gaan we natuurlijk erin zetten. Het is gewoon plug and play. We doen het blok er gewoon onder schuiven. En gewoon alles aansluiten en dan denk dat loopt. En dit is een 12-7 carburateur. Dat betekent dat het beginpunt is 7 mm. Dat is een heel klein gat. En daarna gaat het naar 12 mm. Van 7 naar 12 mm. Dan hebben we hier een 13-13 carburateur. Dat zegt het al, 13-13. Van een 13 mm naar een 13 mm opening. Dus daarvan gaat hij veel sneller lopen. Waarom? Een groot gat. Komt meer lucht doorheen. Meer benzine. Meer vermogen. Dus we doen die 12-7 carburateur weer op. En dat is gewoon plug and play, we hoeven niks meer af te stellen, dat is chill. Dit is het originele luchtfilter. Zoals je kan zien zit er maar 3 gaten in. Voor de rest is het helemaal afgesloten. Het getuned blok, hebben we een Molossi filter. Is helemaal open hier. Toen net was, is een veel voorkomend probleem is dat het bakje zeg maar open breekt. Dus was ik eigenlijk vergeten, dus dat moeten we eigenlijk dichtkitten of een andere manier vinden dat het dicht, goed dicht blijft. Dus we moeten daar een manier op zoeken. Dus ik had beloofd, we gaan, ik ga je laten zien hoe je zeg maar de cilinderinhoud berekent. Hoeveel cc heb je? Is het een 70 cc, is het een 80 cc of je koopt je een 70 cc? Is het wel 70 cc? Nee, als je een cilinder koopt dat 70 cc is, dan staat op de doos 70 cc. Het is geen 70 cc. Dus bijvoorbeeld dit was vroeger in mijn tijd. In vroeger mijn tijd noemden ze dit 70 cc. En nu noemen ze 65 cc. En als je het berekent is het eigenlijk 62,5 cc is het eigenlijk, is het echt. 62,5. Dus ja, dan ga ik je laten zien hoe je dat berekent. Dat is wel interessant. Dus laten we daarmee beginnen. Zo, dus er zijn meerdere manieren om de cc's uit te rekenen. Maar we gaan het op deze manier doen. Wat hebben we nodig? We hebben natuurlijk een schuifmaat nodig. We hebben metingen, gaan we metingen doen. We hebben een whiteboard nodig of gewoon pen en papier. En dan gaan we, en natuurlijk hebben we ook natuurlijk een blok nodig, de cilinder zelf. Makkelijk vind ik, haal gewoon de cilinderkop eraf. Dan kunnen we gewoon de meting doen. Er zijn twee waarden dat je nodig hebt. Twee waarden dat je nodig hebt is de slag. Wat is een slag? Een slag kun je krijgen in je gezicht, bam! Maar ik bedoel met slag, een slag is één slag van boven naar beneden. Dat is de slag, dus bijvoorbeeld staat bij deze 43 mm. Dat is de waarheid, dat is gewoon zo. Dat vind ik ook geweldig aan de techniek, is gewoon, het is waarheid. Het is de waarheid. Het gaat 43 mm omlaag. Dat is de slag. Bam! Wat moet je nog meer weten? Natuurlijk de diameter van de cilinder. Niet van de zuiger, maar van de cilinder zelf. Dat is van hier naar hier. Dat is de diameter. Dus wat doen we? We doen de zuiger helemaal naar boven. Kijk, gaat hij naar boven en naar boven? Daar gaat hij helemaal bovenaan. Pak een schuifmaatje. En als je aan de onderkant van de schuifmaat kijkt, komt zo'n piemeltje naar onder. Zo'n pikkie, ik weet niet hoe je het moet noemen. Gaat omlaag. En dan kun je ook de meting doen. Dus we doen hem op de rand van de cilinder. Je kunt hem ook op de bougiegat doen. Hè? Een bougie eruit draaien. En dan de schuifmaat erin doen. En dan gewoon naar onder draaien. Naar onder, naar onder. Onderste dode punt. En dan kom ik hier op. 42,43 komen we. Dus dat is de slag. Bam. Dus dan schrijven we het op. Oké, dus we hebben de slag. Slag is 43 mm. Dat is één gegeven. Nu moeten we twee gegevens hebben. In deze wereld waar wij geboren zijn, als je iets wil weten, moet je altijd twee gegevens hebben. Altijd twee gegevens. Bijvoorbeeld elektriciteit. Als je op de middelbare school zit en je hebt natuurkunde, heb je U is IKR. Heb je volt, stroom, maal, de weerstand. Dan heb je twee gegevens, dan kun je al één gegeven uitrekenen. In deze wereld waar wij geboren zijn, altijd twee gegevens hebben. Het tweede gegeven dat wij nodig hebben, want wij zijn op deze planeet, in deze universum geboren, moeten we twee gegevens hebben. Is de diameter. Meten we de diameter van hier naar daar. Dit. Daar. Ik heb geen cilinder meetinstrument, dat is veel te duur. Ga ik ook niet kopen, want ik gebruik het toch nooit. Dus gebruik ik gewoon een schuifmaatje. Is werkt voldoende. En we zitten op 42,8. Maar wacht, 42,92. Dus we hebben 42,9. Diameter 42,9 mm. Is 43 mm. Is gewoon waar. Is gewoon, een schuifmaatje is niet accuraat. Dus we ronden het gewoon af. Is 43 mm. Dus schrijven we erop. Diameter. Gewoon zo. Diameter is 43 mm. Hey, dat is raar. Dus de slag is 43 mm. En de diameter is 43 mm. Dus we hebben hier een cilinder. De slag van boven naar beneden is 43 mm. En de diameter van de cilinder
is ook 43 mm. Dus het gaat zo 43 mm en omlaag 43 mm. Dus we hebben een perfecte vierkant. Dus wat wij hebben is een vierkante cilinder. Hey, dat is wel interessant, hè. Dus, dan hebben we de formule. Is slag. En dan doen we, ik doe het gewoon zoals je het in de rekenmachine moet intypen. Dus doen we een haakje. Haakje open. Komma 25. Pi keer diameter kwadraat. Haakje dicht. En dat is dan de berekening. Dus die 43 mm vullen we bij de slag in. De diameter vullen we natuurlijk bij de diameter in. En dan vul je dat in bij in de rekenmachine. Dus hoe gaan we dat uitrekenen? We moeten 43 mm is 4,3 centimeter. Zijn jullie dat allemaal eens? 4,3 mm is 4,3 centimeter? Ja. Dus de slag is 4,3 centimeter en de diameter is 4,3 centimeter. Dus wat we moeten doen is 4,3 haakje open, 25 pi keer de diameter, 3 kwadraat. En vul je dat in en dan krijg je antwoord in. Dus dan komen we uit op 62,4446. Dus we zeggen 62,45. En zo bereken je dus de inhoud van de cilinder. Dus in het begin van de video zei ik van de zuiger van de Aerox is veel breder, groter dan die van de Vespa Chow 50cc. Ze zijn allebei 50cc. Maar dat komt omdat de Aerox een kleinere slag heeft. Dus het is geen vierkante cilinder. Dus dan in plaats van dat ze een lange slag hebben, hebben ze een korte slag en een bredere zuiger. Bredere cilinder. Ja. Dus zo bereken je dat. Dus ik had de Aprilia RS 150cc heb ik even van daar naar daar neergezet. Maar wat is gebeurd is benzine gaan lekken. En ik had het niet gemerkt. Ik kreeg opeens hoofdpijn en een beetje duizelig. En ik rook het niet. Want was steeds een beetje meer benzine. Ik was opeens kijken naar rechts en denk van hele vlek vol met benzine. En denk van oh inderdaad, daardoor heb ik zo'n koppijn. Dat is door die benzinevlek daar zo. Echt waar, ik moet echt beter oppassen met die shit. Dus wat gaan we doen? Eerst shout-out naar Bart Jimmink met zijn Aerox. Naar Max Buizen met zijn Derby Extreme SM. Scott van Vaassen. Van Vaassen? Ik weet niet hoe je het zegt. Hopelijk zeg ik het goed. Met zijn zwarte zip. Hey Scott, hey, vandaag hebben wij ook een zip gehaald. Een viertak zip. Weet je wat ze hier in Maastricht willen doen, Scott? Hier in Maastricht willen ze zeg maar alle diesels van voor 2000 mogen niet meer de binnenstad in. Bijvoorbeeld in Utrecht hebben ze dat. In Rotterdam en volgens mij ook in Amsterdam. Diesels voor 2000 en bouwjaar voor 2000 mogen niet meer de binnenstad in. En dan willen ze ook met bromfietsen doen. Bromfietsen, tweetakt, mogen niet meer de stad in. Dus wat hebben wij gedaan? Wij denken van, wij gaan een viertak zip halen. Want die mogen wel nog de stad in. Dus wij denken vooruit, we halen een viertak zipje. En dan mag je daarmee gewoon nog in de stad rijden. Dus ik had beloofd om echt alle berekeningen te doen. Ik heb geen tijd helaas. Ik heb de berekening gemaakt van de cilinderinhoud berekenen. En dan doen we volgende week doen we, zeg maar, de krukas timing berekenen. Ik weet niet of jullie het interessant vinden. Die berekeningen met de bromfiets of een scooter. En misschien dat jullie het leuk vinden. Zeg het in de comments. Ik lees ze altijd. Ik heb geen tijd meer om te reageren. Maar ik lees ze wel altijd. Volgende week gaan we verder met berekeningen van de krukas van de Vespa Chow. Moet je een gratis schijf hebben, dus gaan we eens te diep proberen. Ik ga er even niet te diep proberen, want het is echt super, super ingewikkeld, maar het is echt heel interessant. Dus ja, gaan we de volgende week gaan we ermee verder. Dus ja, voor het fucking niet meer zien. Tot de volgende keer. Laters.